We blijven op en om de Gorinchemse wateren. De Nederlandse scheepsbouwsector is er historisch gezien eentje van ups en downs. En te midden van al die woelige baren is er één bedrijf al 91 jaar als een rots in de branding. Damen Shipyards. Groot omdat ze slim, sociaal en heel veelzijdig zijn. Het lijkt wel een soort van veerboot daar, Govee. Is dat zo? Gaat hij naar Texel straks? Nee, zeker niet. Nee. Dat is een werkskip, een werkponton, waar dat van alles mee kan gebeuren. Er kunnen boeien meegelegd worden, ankers meegelegd worden. En ook deze straks plons de Merwede in. Ja, en op naar de klant. Ik ben trots op dit bedrijf, omdat het eigenlijk heel erg Nederlands en nuchter is, maar stiekem hartstikke maatschappelijk verantwoordelijk. Dit bedrijf is goed voor zijn eigen mensen, goed voor zijn omgeving. Maar ook goed voor zijn omgeving op alle bouwlocaties die we op alle, overal ter wereld hebben. Ik ben op het moment bezig om een bijboot voorbij een jacht te bouwen. Daar kunnen dan de helikopters op landen met champagne en caviar? Ja, ja? Inderdaad. Heel veel ruimte voor tenders, de speelgoedjes. De mensen die daarop varen, die zijn rijk bemiddeld. En wij zijn blij dat we voor hen een mooie boot kunnen bouwen. Dus dat vind je leuk, de hele luxe speelgoedjes maken? Ja, ik vind dat een uitdaging.